oude kruisboogschutter vertelt een sprookje over Napoleon. Ja. Amai. Zo, we zijn er bijna. Ik weet zo ontzettend weinig. Ik moet mijn kennis dringend bijspijkeren. Maar de lokroep van de kermis is enorm krachtig. En de uitbater van het schietkraam zegt: je bent een ster. Je bent zo superieur intelligent. En je borsten zijn onweerlegbaar. Ik schiet en win een lila pony. Ik schiet opnieuw en win een boerderij. Fantastische prijzen. Ik geef ze aan een Armeense landmeter. Landmeter of drugsdealer. Handpalmschuurmachine. Zeker niet beide beroepen tegelijkertijd. Alhoewel ik niet zeker weet of drugsdealer een beroep is. Ja. Ik heb geen echte hobby's. Ik heb de kermis en de poëzie om de verveling te verdrijven. De kermis is luid en kleurrijk. De poëzie is luider. Neptunus. De kermis is sexy en gevaarlijk. De poëzie ook. Stomme Armeense drugsbaron, hij heeft mij amper bedankt. In het spookhot word ik aangesproken door een spuuglelijke profetes. Oh, het is een spiegel. En ik spreek tegen mezelf. Wat zeg ik tegen mezelf? Om mij kom ik. Ik zeg: verlaat dit oord des verderfs. Doe iets zinnigs met je leven. Leer strijken. Leer cello spelen. Lees Hegel. Graskansteker. Spitvork. Schrijf 10.000 keer beter. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. 10.000 keer beter. Laat maar. Mooi materiaal voor de poëzie. Ik blijf lekker mijn tijd verprutsen op de kermis. Ik neem het reuzenrad naar boven. Naar boven is de enige richting. Naast mij zit een Poolse dokter. Hij is het leven zelf, want hij is gynaecoloog. Maar eerst was hij junkie. Hij heeft zijn leven gebeterd. Er is hoop voor iedereen. Elke dag leest de Poolse gynaecoloog Hegel. Zijn vrouw is strak en waardig in Warschau. Ze speelt viola da gamba, de godganse dag. Ze betaalt een Spaanse sloor om hun kleren te strijken. En ze strijkt 10.000 keer beter. Hop! Oh, Zora. Ja, ja, lief meisje. Schat.